Heb je ook nog de ontwikkeling in Rusland gevolgd rondom Poetin, die toch bang is voor meer opstandjes? Ja, kijk, ik lees overal dat hij, dat zijn macht ingrijpend is beschadigd geraakt door deze zaak. En dat, want daar had, god, waar las ik dat nou? Nou, het zal de Economist wel weer geweest zijn, maar of anders Foreign Affairs. Maar dat mensen verbazen toch vooral over het feit dat de FSB dus niks had gedaan. Dat eigenlijk, en ook de Pretoriaanse Garde, of hoe dat daar mogen heten. En laten we zeggen, die lui die bij uitstek het regeringscentrum en de regeringsleiders moeten beschermen. Dat die in feite ook niks hadden gedaan. Dat het allemaal een enorme amateuristische indruk maakte. Toen ze op weg gingen naar Moskou. En ze zei, ja, want die zit op 200 kilometer van Moskou gestopt en omgedraaid. En daar hadden ze al een hele massa van helikopters uit de lucht geschoten. Dus dat, nee, dat is een opmerkelijke zaak. Hoe dat dan komt. Hij heeft ook de FSB niet gestraft, begreep ik. Ja, misschien zouden ze dan nog opstandiger ook hebben gedenkt. Ja, wacht maar eens even. Ik begreep dat er ook bij die, toen ze Rostov bezet hadden, dat ze daar gezellig gekeuveld hebben met hoge Russische officieren ook. Met zo'n beetje van, ja, geweldig is het allemaal niet en we hebben het niet goed gedaan enzovoort. Dat je ook denkt, nou ja. En ondertussen is Prigozhin zoek. Maar ik kan zelf, en volgens mij kan niemand dat begroten, hoe groot de schade is die aan Poetins macht is toegebracht. Ja, iemand zei heel geestig ergens, ik weet nooit meer waar ik al die dingen lees, die zei van ja, dat is met absolute macht, zo is hij er. En dan ineens, zonder dat we het eigenlijk in de gaten hebben, is hij ineens weg. En dan ben je klaar. Daar zit wel wat in, als die... Als plotseling dat idee bij iedereen van hij is absoluut machtig wegvalt. Van goh, een beetje de keizer in zijn kleren. Prigozhin zou ook in Rusland weer gezien zijn. Ja, hè? In Petersburg, notabene. Want hij deed allemaal van die spreekbeurten. Ja, Poetins favoriete stad. Ja, ja. Er is ook nog wel een scenario waarin wordt gezegd van dit is ook bedacht door Poetin. Poetin heeft die opstand een beetje in gang gezet, maar dat is toch wel onwaarschijnlijk, niet toch? Niet mijn indruk. Met de schade die het aan zijn regime heeft. Ja, dat geloof ik eigenlijk niks van. Nee. Het is natuurlijk een beetje dat Elisabeth II eigenlijk Lady Di heeft laten vermoorden. Ja. Heb jij zicht op wie Poetin eventueel kan opvolgen? Want dat zingt nu ook rond dat, van. Dat weet niemand natuurlijk wie Poetin op gaat volgen. En dat komt omdat er geen normale opvolgingsprocedure is. Kijk, dictatoren zijn altijd bekommerd om normale opvolgingsprocedures op te doeken. Dat is wat Xi in China heeft gedaan. In China hadden ze tenslotte een opvolgingsprocedure georganiseerd. Dat zo'n president zat er 5 jaar en ziet geweldig goed, dan mocht hij 10 jaar blijven. En nou ja, dat is dus Xi opgedoekt, want hij die wil eeuwig blijven tot hij doodgaat. Of weet ik veel, of hoe lang, misschien nog wel veel langer, opgebaard en wel. Geen idee. Dus ja, in de Sovjet-Unie is dat duister. Iedereen hoopt natuurlijk dat er dan een min of meer fatsoenlijk iemand op komt dagen die probeert voor de zoveelste keer om er in Rusland iets van te maken. Daar heb ik geen enkel vertrouwen in, 0,0. Het zal iemand zijn uit die... Ik schat dat ook de militairen wel op de achtergrond een beslissende rol zouden kunnen spelen, maar niet een van hun eigen figuren. Het zal even van die toplui zal het niet worden, denk ik. Dus ja, dan wordt het toch natuurlijk iemand wordt gerekruteerd uit de bestaande elite, die naar mijn idee best beschreven kan worden als een club van dieven en moordenaars. Dus ja, maak je niet blij met de mogelijke opvolger van Poetin. Al zal een mogelijke opvolger, denk ik, minder ideologisch bepaald zijn op het punt van dat het grote Rusland, het imperiale Rusland, hersteld moet worden. Vooral omdat natuurlijk de club van dieven en moordenaars er alle belang bij heeft, is dat ze lekker door kunnen dieven. Dat is nu natuurlijk een beetje in het ongereden geraakt. Al moet je constateren dat al die geweldige sanctiemaatregelen maar hele beperkte effecten hebben gehad. Ja, daar lees je ook van alles over. Soms wel en soms niet effecten. Maar het is niet zo dat Rusland volledig ingestort is vanwege de sancties. Nee. Absoluut niet. Dus ik heb geen flauw idee. En mijn indruk is dat niemand een flauw idee heeft wie Poetin op gaat volgen. Je kunt er gezellig over speculeren.
Hij heeft zo'n hele club. We hebben ooit die beelden, weet je wel. Dat die zijn ook allemaal vernederd en zo. Ja, dat is een beetje Trumpiaans. Je ziet dat die lui altijd dezelfde impulsen hebben. Ja, ze hebben een regering benoemd, die hebben ze zelf benoemd. En daarna gaan ze al die lui die ze zelf benoemd hebben, die gaan ze zitten afzeiken. Om te laten zien, zie je wel, dat kan ik doen. Dat kan ik nou doen. Dan weet je eigenlijk al dat ze als leiders volledig ongeschikt zijn. Maar moet de opvolger niet in zijn familiekring zoeken? Nou ja, hij heeft een dochter bij mijn weten, die zal het wel niet worden. En zijn schoonzoon zal het ook wel niet, dat zie ik allemaal niet zo gebeuren. Bovendien hebben die grotendeels hun tijd buiten Rusland doorgebracht, als ik goed geïnformeerd ben. Nee, het is er zit gewoon, maar volgens mij niet wat je in Noord-Korea hebt, die dynastieke elementen, die zitten er niet in. Ja. Dat is ook in Noord-Korea natuurlijk een vrij lachwekkende kermis. En zicht op andere machtige figuren rondom Poetin? Ik heb geen idee, dan moet je verdomd veel weten van de hele omgeving van Poetin. En in feite weten we bar weinig van hoe dat systeem intern werkt. Dat schermt hij ook een beetje af, hè? Bewust. Ja, want we waren toch ook daar weer enorm verrast over de operatie van Prigozhin. Ja. We zijn elke week verrast. Hè? Ja. In de wereld gebeuren vreemde dingen. Nu is die oorlog in Oekraïne 500 dagen oud. Is er enig zicht op hoe lang het nog gaat duren? Nee, maar we zullen eerst af moeten wachten wat het zomeroffensief uiteindelijk gaat opleveren. Ik heb altijd gedacht, het moet haast wel, dat er natuurlijk voor allerlei backchannel contacten zijn. Die zullen er zeker zijn. En ik denk dat veel mensen zich toch wel zullen realiseren dat de kans dat je de Russen op afzienbare termijn, het land zou kunnen uitjagen. Zonder enige kwestie van terugkeer. Dat wil zeggen dat je de Russen verpletterend verslaat. Ook gerekend naar de middellange termijn. Dat lijkt mij niet zo verschrikkelijk waarschijnlijk. Dus ja, dat betekent toch dat er tussen nu en de komende 5 jaar wel gepraat zal moeten worden. Het probleem is natuurlijk waar we ook mee begonnen zijn. Rusland is daar nou eenmaal. Kans dat Rusland ineens verdwijnt of zo, dat die is niet zo veel. Maar dat zijn de twee scenario's waarmee het kan eindigen. Onderhandelingen of Oekraïne moet verpletteren toeslaan. Ja, ik zou zeggen dat ik ben daar in toenemende mate wel een voorstander van geworden. Zorg dat de Oekraïne, dat die ook iets krijgen voor het feit dat ze bereid zijn om het conflict op enige wijze te beëindigen. Met een compromis. Dan moet je ze wel belonen. Dus ik zou zeggen, maak ze lid van de NATO. En van de Europese Unie. Maar lees Caroline Greiter vandaag in de kwaliteitskrant wat het zou betekenen als je Oekraïne lid van de Unie maakt. Dat heeft heel verstrekkende gevolgen. Het is een groot land. Het is een grote agrarische producent. Dus nou ja, dat heeft omvangrijke financiële en organisatorische consequenties. Zoals? Nou ja, dat je veel meer geld kost. Die moet je ook gaan subsidiëren. Dus dan moet je misschien andere landbouwlanden wat minder subsidiëren. Vergeet niet dat de EU deels een groot succes is geworden door het subsidiëren van de landbouw in Frankrijk en in Duitsland. En in Nederland. Oh. Dus ja, daar ben ik wel langzamerhand een voorstander van. Ze veroveren wel langzaam langs het front dorpjes, hè, Oekraïne? Ja, het is toch het is toch heel klein bier is het. Ja, ze schieten her en der een gaatje in die maar ik heb niet de indruk dat er veel vaart in zit. Je bent niet onder de indruk? Nee, maar ik ben geen militair deskundige. Dus ook hier zul je zien, zodra ik zeg van nou het schiet niet erg op, dan is er plotseling een totale doorbraak of nou ja, wie weet wat. Ja, het was wel interessant wat jij zegt, er is constant contact op hoog niveau achter de schermen. Absoluut. Volgens mij, Amerikaanse media hadden daarvan de week ook dat bericht dat hoge Amerikaanse functionarissen met Rusland contact hebben achter de schermen. Zeker. Er wordt altijd wel gepraat. Net zo goed als tussen Amerika en China natuurlijk ook contact is. Maar gaat het dan schriftelijk of telefonisch? Wat voor contact is dat? Hoe ziet dat eruit? Nou, dat kan op van allerlei manieren. Ik denk niet dat het met de ouderwetse telex gaat. Dus ik neem aan dat er via internet contact gemaakt kan worden. Eerlijk gezegd, denk dat ze gewoon telefoneren hoor. Ja. Denk ik. Waarom niet? En met beeldtelefoon. Gezellig. En waar gaat het dan over? Ik ten eerste over risicovermijding. Dat ze niet ineens een raket afschiet of zo, die helemaal uit de hand zou kunnen lopen.
Dus dat je probeert om de conflict situatie zoveel mogelijk te beheersen en risico's te minimaliseren. Maar zijn uiteindelijk alle partijen, voor alle partijen is dat een voordeel. En dan zullen ze zeggen, ja, wat zijn misschien zal er ook over condities worden gepraat of wat. Wat zijn de minimumeisen van Rusland? Of wat zijn de minimumeisen van de Oekraïne? Ik heb geen idee. Hoe liggen die papieren als het gaat om de EU en de NATO? Dat zijn natuurlijk verstrekkende beslissingen zijn. Ja. Als je de Oekraïne toch op een beslissende manier in het Westen integreert. Er is ook een denktank, hè? CIDS, en die heeft 3 scenario's opgeschreven hoe de oorlog kan eindigen. Nou, de meest gunstige, die is logisch, bevrijdt Oekraïne alle gebieden en Rusland erkent de nederlaag. Dat lijkt me niet realistisch, toch? Nee, dat is voorlopig niet geen realistisch scenario. Ja, het meest pessimistische scenario van deze denktank voorziet in een padstelling, waarbij Oekraïne in onzekerheid en een benarde positie achterblijft en Rusland zichzelf als winnaar kan uitroepen. Dat lijkt me ook niet zinnigheid. De kans dat Rusland zich alsnog als overwinnaar kan uitroepen, dat lijkt mij niet waarschijnlijk. Nee. Dus dan kom je uit bij het scenario wat daartussenin ligt. Het meest waarschijnlijke, zegt ook deze denktank, een gedeeltelijke overwinning waarbij Oekraïne slechts een deel terugwint, ofwel het gehele territorium, maar dat Rusland doorgaat met aanvallen. Ja, dan is er dus niks opgelost. Dat is een continuering van het conflict. Ja, natuurlijk de schade die Oekraïne oploopt als gevolg van de continuering van het conflict, die is omvangrijk. Dus daar moet je ook rekening mee houden voor de middellange termijn. Ik denk dat je dus de Oekraïne rijk ruimhartig moet belonen voor het feit dat ze, nou ja, dat is ook een beloning waard. Dat ze hebben aangetoond natuurlijk, dat het Russische leger bepaald niet is wat ons was voorzegd dat het zou zijn. Ja, precies. En je wil natuurlijk toch, om dit echt goed te kunnen oplossen, de onderliggende oorzaak voor beide partijen en vooral voor Rusland natuurlijk aanpakken. Maar wat is die onderliggende oorzaak dan? Nou, die is vrij simpel natuurlijk. Namelijk dat Rusland uiteindelijk op termijn niet akkoord is gegaan met het enorme machtsverlies wat ze geleden hebben tussen 89 en 91. En de chaotische periode van de jaren 90. En dat heeft Poetin, dat moet je zeggen, er altijd heel realistisch over geweest. Van ja, Rusland is een imperiale macht. Wij zijn zeer benadeeld door het Westen. Een ontzettende klotenstreek van het Westen. Toen wij zwak waren, is daar misbruik van gemaakt. De Baltische Republieken. Ons hele imperium is in feite verdwenen. En denk aan die verklaring die Poetin af heeft gegeven nog voor dat de oorlog in de Oekraïne was begonnen. Met al die eisen die hij stelde. Dat de NATO moest opdonderen uit Oost-Europa. En het moest zo zus en het was zo. En ja, het was zaak dat Ruslands positie in allerlei opzichten zou worden hersteld. Voor zover überhaupt mogelijk. Nou ja, dat is volkomen onacceptabel. En ook, nou ja, dat heeft de Oekraïne aangetoond. Dat dat ook militair onuitvoerbaar is. Denk je dat, kijk, op lange termijn is Rusland toch strategisch de grote verliezer in het wereldspel, als je het zo noemen wilt. Omdat natuurlijk, Rusland is natuurlijk economisch een reuze blemenvoet, of weet ik hoe je dat precies moet zeggen. Maar in ieder geval, het stelt niks voor. Waarom speelt China een belangrijke rol in de wereld? Omdat we allemaal weten dat de Chinese economie geen kattenpis is. En het probleem van de Russische economie is dat het nou juist wel kattenpis is. Ja, die Russische economie is even groot als die van Spanje. Ja, wie neemt Spanje ook serieus? Toch een mens? Ja, om een vakantie te gaan of zo. Maar Spanje is geen speler op het wereldtoneel. Dat is ook de reden dat de Sovjet-Unie natuurlijk uiteindelijk gedesintegreerd is. Als de Sovjet-Unie even succesvol was geweest als, laten we zeggen, West-Europa. Je had allemaal hele fijne glanzende auto's had gehad die het goed deden. En televisies, de kleuren televisies. Nou ja, schijn van democratie, dan was er niks gebeurd, denk ik. Nee, ze hebben hun eigen mislukking georganiseerd. Kijk, alle communistische landen, voor zover er nog communistische landen over zijn, zeg je toch ook niet van ja, dat is Noord-Korea, dat is het. Hè? Ja, dat zei de CPN ooit. Hè? Nee, dat denk je niet. Nee, wat hebben we nog meer? Cuba is ook geen groot succes geworden. Dat kun je toch ook niet beweren.
Nee, het communisme heeft dus gefaald. Op zichzelf, vanuit historisch perspectief, hoogst interessant. Dat we hebben geprobeerd om een heel ander soort van industrieel systeem op te zetten. En het heel anders te organiseren dan, laten we zeggen, de traditionele kapitalistische structuur. En dat is een totale mislukking geworden. Totaal. Een centrale planning. Een klein beetje planning is niet gek. Maar het moet altijd toch zo flexibel zijn dat er een soort verandering ingebouwd zit. Denk je dat Oekraïne met de middelen die ze nu hebben, dat ze daar voldoende mee kunnen winnen? Beperkt, denk ik toch. Ja, Rusland heeft natuurlijk toch ook ondertussen 3/4 jaar lang de kans gekregen om zich in te graven, mijnen te leggen. Kijk naar die plaatjes die in de krant staan. En nogmaals, de oorlog nu is totaal anders dan de oorlog in het begin was. In het begin was er een agressor die zichzelf enorm had overschat. En die bovendien slecht georganiseerd en bevoorraad bleek te zijn in casu Rusland. En het Oekraïne kon met kleine, snel opererende eenheden hele enorm effectieve speldenprikken uitdelen. En nu is er een omgekeerde situatie waarbij Rusland in feite in het defensief is geraakt. Aangevallen wordt door de Oekraïne. Maar ja, ik heb altijd begrepen uit de militaire literatuur dat je voor een effectief offensief 3 keer zoveel mensen en materiaal nodig hebt als de verdedigende partij. En ja, bovendien is het toch wel duidelijk, dat moet iedereen wel toegeven, dat de Russen wel iets hebben geleerd in het afgelopen jaar. En de Russen hebben de tijd, hè, want de Oekraïne die wil haast maken, want die willen natuurlijk voor 2024, als er nu verkiezingen in Amerika zijn. Ja, dat speelt natuurlijk sowieso, maar dat speelt voor de Europese Unie natuurlijk ook een rol. Ja, als Amerika natuurlijk onder de leiding van Trump uitstapt uit het internationale koer, ja, dat is vrij ingrijpend. In feite is het dan net of de dirigent een hersenbloeding krijgt. Ja, dat is vrij treurig. En nog wat ik mijn overtuiging is dat. Ik las nu en weer net een stukje in de, van die Thomas B. Edsel, altijd interessante stukken. Dat een heleboel lange termijn trends niet slecht uitpakken voor de Democraten. Dat voor veel suburbians Trump toch een toxic figure was geworden. Dus ja, we zullen zien. Ik denk dat ik sowieso maar voorspellingen, maar daar moet ik maar helemaal mee ophouden. Want als jij had gezegd voor 2 weken geleden, weet je wat er gaat gebeuren. Die Rutte, dat is echt een manipulator eerste klas. Die Rutte trekt gewoon totaal onverwacht de stekker eruit. Had ik gezegd, joh, kom op. Nou, erg radicaal, Rutte toch niet. Hè? Een schatte bout waarmee je wil gaan sjoelen. Nee. Nee. Ja. En wat blijkt hij een moordenaar te zijn.